wij gaan vandaag lekker de kleintjes wassen. We hebben vandaag trooprooster gedaan, dus we zijn al om 6 uur begonnen. Ja. We zijn op tijd klaar. Oh, rustig, oh. Rustig. Dus nu gaan we gezellig Wouter en Vincent wachten. De minis hebben vannacht lekker buiten gestaan, want het is heel te warm overdag. Ja, Wouter, jij bent dadelijk. Zo, lekker warm water, hè? Want je bent een beetje verwend. Ja. Oh. Ja, hè? Ik ga Wouter even bevrijden. Hallo. Oh, hij wil mij gewoon bijten. Kom maar, jij mag even los. Ga maar naar je vriendje. Oh jee, Wouter, jij bent dadelijk ook aan de beurt. Niet gaan dekken, hè, Wouter. Kijk eens wat een beauty. Een beauty. Wow, kom je hond langs mijn oren gevlogen, hè, Vincent? Hier is nummer 2 aan de beurt. Ja, dat is spannend. Hè, Pimpoe? Vincent komt op bezoek. Ja, dat vindt de Wouter niet zo leuk. Oh, dat wil ik niet. Niet dekken. Niet dekken. Wouter, Vincent komt Wouter even mee wassen. Ongeduldige kindjes zijn jullie. Wouter heeft een heel schattig gestippeld neusje. En een heel dik buikje. Weet je wat een baby van Vincent? Hallo, je wordt nat, hè? En dan ben je hier. Nee, dat vindt hij wel gezellig. Is dit vies van de kop of is dit gewoon zijn kleur? Nee, hij is een beetje doorstoken daar. Dit jaar worden ze toch één. Even mooi maken. Waarom heeft deze niet zo dicht genomen? Hij doet haar een beetje bijten, kijk maar. Niet echt lief is dat, Wouter. Dat is niet lief. Nee. Nee.
Ja, en nu hebben ze gewassen en dan gaat er eentje gewoon rollen op de steen. Jezus, wat is dit nou? Wat ben je allemaal aan het doen? Ja, ik wilde liever een stroom, maar dat ging niet. Vincent, doe jij nou op de stenen rollen? Ben jij een beetje gek? Ja, want hij gaat weer liggen. Of niet? Hij gaat weer liggen, hoor. Ja, nou kijk zo vies hij vindt het wel lekker, denk ik. Dat gaat niet. Ik wou dat zeggen, dat gaat niet. Oh, en dan komt die andere, die komt eventjes spijt. Kijk eens hoe mooi ze zijn. Heb jij gerold? Wout om me nog zijn hals. Die Black. Kijk, en wie is dit? Dit is Bellini. En Bellini is echt heel groot. Echt heel groot. Bellini kan namelijk niet onder de weetlat. Dus die is echt heel groot. En Bellini is een nieuw paard dat ik mag gaan rijden. En die is niet van ons. Die is in eigendom van Janine Vichter. En Janine is natuurlijk mijn trainster. En ook Lottes trainster. En Bellini is eigenlijk haar paard. En ja, nu mag ik hem uit gaan brengen op wedstrijd. Hij is heel groot, maar wel heel lief. Hey, jongen. Dus dit is in ieder geval het paard waar ik het over had op Instagram. Dat ik die dus gisteren ben gaan halen. Want we hadden het in de vorige vlog hadden we het over een ander paard die zou gekeurd worden. Maar die is helaas niet goed gekeurd. Dus helaas geen nieuw paard voor ons. Dus we gaan weer op zoek naar andere paarden. Alles is weer netjes en schoon. Vandaag alle tegeltjes gewassen. Omdat ook moet gebeuren. En met dit warme weer is dat wel lekker. Dus alles is weer mooi schoon. En nu gaan we nog eventjes de hoofd stellen. Moeten we nog een paar poetsen. En nog even de zadels. En dan zit het er alweer bijna op. Dan hebben wij nog een mededeling, want wij zijn genomineerd voor een sponsorcontract van Edgar Reel in Schijndel. En dat willen we natuurlijk heel erg graag winnen, vooral voor een beetje de dagelijkse benodigdheden. Want wij hebben natuurlijk onze sponsor Cavallo en middagsponsor waar wij heel blij mee zijn. Maar we eigenlijk een beetje zo de dagelijkse benodigdheden op stal. En daarom zouden wij het super leuk vinden als jullie ons zouden helpen en op onze stemmen door stem Anne Lotte. Door te appen of te sms'en naar het nummer, dat zet ik hieronder. En dat zouden wij super leuk vinden. En dan gaan we misschien daar, als we winnen, wel binnenkort een shopvlog opnemen. Wat wij daar allemaal gaan kopen en waarom. Ja. Dus dat zouden wij heel leuk vinden. Ja. Stem op ons. Yay. En binnenkort hebben we nog meer leuk nieuws. Doei doei. Oh. Doei.